Oké. Onze eerste Dynamax Battle, gek. Wow! Yo, Nintendo fans. Super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video. En ik hoop dat dit je favoriete Nintendo kanaal is. Want we gaan keihard door met Pokémon Shield voor de Nintendo Switch. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik geniet zo hard van deze game. Ik vind de muziek, die trekt je ook helemaal gewoon in de game. En we gaan battelen, jongens. We gaan battelen met een Squawbert. En hier is onze Crookie. Bam. Sla hem even met je stokkie. Op zijn bakkes, op zijn neus. Hoppa. Lekker. Tackle hem. Tackle hem. Wat zeg ik? Ben ik nou gewoon enthousiast dat ik teruggetackeld word? Kom op, Crookie. Je kan hem hebben. Ook al heeft hij je net getackled. Lekker bezig. Hoppakeetjes. XP'tjes. Op je bakkes. Squawbert level 6. Lekker, man. Youngster Jake is verslagen. Ja, dat is mooi. Want dan kunnen wij gewoon even lekker door deze kant op. Hoppakee. Pokeballetje pakken. 2 potions. Mogen we al hier naartoe? Ja, we mogen hier naartoe. Nice. Dan kan ik namelijk ook even deze Pokeball oppakken. Nice. 3 Pokeballs erbij. Lekker. Ja, we hebben al een full team, jongens. We hebben gewoon al... Oh, ik zie daar een Zigzagoon. Een Galarian Zigzagoon. Geef mij die... Nee! Geef me die Galarian Zigzagoon. Oh! Oké. We hebben hier ook gelijk een Seedot. Maar ja, die mag ik niet vangen. Dus die moet ik maar even gewoon gaan poken met mijn stokkie. Poken! Hoppakee. Ja, is natuurlijk not very effective. Dat konden we weten natuurlijk. Ik denk dat we hem eigenlijk beter kunnen scratchen gewoon. Breng hem even wat schrammetjes toe, die Seedot. Ja, dat werkt ook niet helemaal. Ja, dat is ook not very effective. Zijn absorb. Dat schiet ook totaal niet op. Oh no! Goodbye, Seedot. Doei. Ja, en mijn vraag van deze dag is... Welke Pokémon moet ik echt vangen? Is het deze Zigzagoon? Of is het een andere Pokémon die ik echt moet vangen? En ik ben ook benieuwd... Welke Pokémon wou jij echt vangen? Wat was nou de Pokémon die je echt zo graag in je team wil hebben? En is dat dezelfde Pokémon als de Pokémon die jullie nu heel graag in mijn team willen hebben? Ik vind deze Zigzagoon stiekem best wel baas. Dus deze wil ik eigenlijk wel in mijn team. Het is de Galarian Form Zigzagoon. Dus daarom mag ik hem in mijn team doen. Nee! Ik wou je in mijn team, maar ik heb je verslagen. Waarom is die tweede branchpoke altijd sterker dan de eerste branchpoke? Dat is gek, hè? Nou ja, in ieder geval gaat er wel mijn helft van het team gewoon lekker een leveltje omhoog. Ja, dat is dan weer een voordeel. Gaan we met deze chick battelen? Wil je met mij battelen? Schattig en sterk. Samen, in combinatie. Dat zijn haar Pokémon dus blijkbaar. Daar komt hij, een Chewtle. Dat is een watertype, dus die kunnen we goed hebben met onze Grookie. Come on, Grookie. Klap hem. Yeah. One hit KO. Sorry, Chewtle. Het spijt me, vriend. Maar ja, zo gaat het nou eenmaal af en toe in de wereld van Pokémon. Je kan niet altijd de sterkste zijn. Sorry, Lauren. Zijn we alleen maar schattig en niks anders. We moeten nog een stukje sterker worden, zegt ze. Wat ik wel handig vind, is dat je de summary kan checken. Dan eventjes hier naar rechts kan sturen. En dan hier zo even je aanvallen kan ordenen. Zo, nu staat Branchpoke bovenaan. Dat is de move die ik het meest gebruik, dus dat is wel handig. En dat kan je dus gewoon voor elke Pokémon doen die je vangt. Zo, wil ik Bite hier naar boven. Oké. En jij mag eens Water Gun en dan Bite. Oké, we zijn helemaal ready voor de volgende battle. Hij kon Hop niet verslaan, maar hij gaat mij wel verslaan, zegt hij. Nou, dat denk ik mooi niet, vriend. Benjamin heeft een Blipbuck. Hey, maar die Blipbuck, die heeft wel een super effective move op mijn Grookie. Dus daar moet ik wel een beetje voor uitkijken. Hij kent maar één move, maar hij kent wel al een move die super effective is. Dus ik ben benieuwd. Strugglebuck. Op mijn bakkes. Maar Grookie is veel te sterk. Scratch hem. Nog een keer. Ik vind die Blipup trouwens wel echt een baas. Dat vind ik echt een superleuke Pokémon. Een van de leukste Wormpies die ik tot nu toe gezien heb. Naast Caterpie. Caterpie is zo cool. Oh, hij heeft ook nog een Nickit. Oké, Rookity. Ik kies jou. Kom op. Versla die Nickit. Nou, Nickit is level 7. Ik ben level 8. Dus ja, dat scheelt niet zo heel veel. Ik moet eventjes uitkijken hoor. Want hij doet een quickie attackie. Dan doen wij een packie op zijn bakkie. Ga jij nou weer een quickie attackie doen? Ja hoor, nog een quickie attackie. Nou, dan doen wij gewoon nog een keer een packie op je bakkie. Gewoon hoppakee. En ook de derde keer. Doe ik ook even een packie op zijn bakkie. Oh, maar nu doet hij geen quickie attackie. Hoppakeetje. Later. Nickit vind ik wel super leuk. Die ziet er echt heel cute uit. Die is echt super schattig. Alles voor de XP. Rookity en... En Squawbert, level up. Yo, en dan gaan we snel een kijkje nemen hier zo. Bij Hop en bij Leon.
En Hop zegt, daar is de professor. En de professor is gewoon een vrouw in deze game. Hoe tof is dat? En Leon vraagt, heb je alle geheimen van de Dynamax al onthuld? Onthuld. En de professor zegt, oh nee. Het zit nog helemaal vol met vragen. Ik hoopte dat mijn kleindochter mijn onderzoek zou overnemen. Maar ja, dat doet ze blijkbaar niet. Hallo professor, we zijn er. Eindelijk bij een mooie paars huis met begroeiing van allerlei planten. Ik hoop niet dat er te veel bellsprouts op je dak zitten, mevrouw. Mijn naam is Magnolia, welkom jonge trainers. Laten we naar binnen gaan. Hallo Magnolia. Die zegt, hey Hop, ik zie dat Woeloompa een nieuwe vriendje hebt. En jij moet Rikkertje zijn. Oh, je hebt de Pokédex van Sonia ontvangen. En ik weet zeker dat je hem heel snel compleet hebt. En Leon die zegt, ah, je moet al het een en ander over Dynamax weten, toch Rick? Professor Magnolia doet onderzoek naar Dynamax-fenomeen voor jaren en jaren. Maar ja, het is nogal moeilijk om het helemaal te begrijpen. Magnolia zegt, Leon, je moet ook altijd over Pokémon hebben. Er zijn meer dingen die belangrijk zijn in het leven. Bijvoorbeeld, hoeveel soorten thee er zijn? Ik vind het veel interessanter hoeveel Pokémon zijn. Welke Pokémon er zijn allemaal, jongens? En Magnolia zegt tegen Leon, wil je hen niet gewoon voordragen? Voor de gym battles. En Leon zegt, ja, ik geloof wel in ze. Dat is de reden waarom ik ze een Pokémon heb gegeven. En Hop, die staat al helemaal enthousiast te zijn daar zo. Leon zegt, nou, jullie moeten even een goede battle laten zien. En dan ga ik jullie voordragen. Daar gaan we, Hop. We gaan een battle doen. Maar eerst ga ik even kijken of hier achter het huis toevallig nog iets ligt wat ik kan pakken. Kijk, zie je? Je moet altijd achter huisjes kijken, jongens. TM57, Payback. Oh, dit muziekje is ook zo lekker, hè? Ja, ik geniet er echt van, jongens. Ik geniet echt van de muziek in deze game. Super chill. Hier ligt nog een Pokéball trouwens. Dat is een Great Ball. Dat is ook wel lekker om te hebben. Dat maakt het iets makkelijker om Pokémon te vangen. En hier zag ik ook nog wat glimmen. En daar zit gewoon een watertie in. Lekker watertie. Nou Hop, zullen we gaan battelen? Kom maar op. Kom maar Hop. Die grap kan echt niet. Wauw. Oké, Hoppie. Kom maar op. Leon en Magnolia, dat zijn de scheidsrechters. Leon zegt, de reden dat ik niet te verslaan ben, is dat ik leer van al mijn fouten en al mijn battles. En dat moeten wij ook doen. Ik ben benieuwd, Hoppie. Ik heb al 6 Pokémon, hè. En jij hebt er 3. Hey, begin met Wooloo. Wooloo is wel een echte baas, moet ik zeggen. Is Wooloo niet gewoon de tofste Pokémon uit Sword and Shield, jongens? Kom op, Wooloo. Dit schaap is toch geniaal? Nou ja, we poken hem wel met mijn takkie. Hij doet een tackle. Ja, en dan zijn we toch wel iets te sterk voor deze Wooloo, jongens. Mijn Grookey is toch wel echt een behoorlijke baas aan het worden. Hoppakee, later. Hoppa, Nickit, level 8. Hij gooit een Rookie D. Ik heb geen elektrische Pokémon, dat is jammer. Zou Squawvet hem aankunnen? Go Squawvet, jij hamster eekhoorn. Squawvet vind ik ook wel echt leuk hoor. Come on, bijt hem. Oh wow, oh Rookie D is gewoon sneller. What? Kom op Squawvet, pak hem. Lekker, dit kan je winnen vriend. Oeh, kijk in zijn ogen. En wordt gehypnotiseerd. Nee jongen, pak hem gewoon. Geen probleem. Dit gaat je lukken, Squawvy. Ik wou bijna zeggen Wooloo. Iedereen is een Wooloo, jongen. Dit vogeltje is een Wooloo. Mijn hamster is een Wooloo. Iedereen is Wooloo. Noem me gewoon Wooloochoo. Vandaag mag het, jongens. Vandaag mag je me Wooloochoo noemen. Geen enkel probleem. Bam! Wooloochoo. Wie heeft een Pikachu nodig als je een Wooloo hebt, jongen? Niemand toch? Waarom heb ik eigenlijk geen Wooloo? Hoe heb ik geen Wooloo? Waarom ben ik nog geen Wooloo tegengekomen? Ik moet ook een Wooloo, jongen. Ja, maar wel bazen Grookey, gelukkig. Gaan wij deze sobbel gewoon met één klap nakken? Oh, bijna. Oké, Hop is ervan overtuigd dat hij nog gaat winnen. Ja hoor, Hoppie. Doe je best, man. Met je waterpistooltje. Jij weet toch dat dat niet werkt tegen mijn Grookey? Dit is het einde van deze battle, vriend. Sorry. Het spijt me. Ook zonder Wooloo kan ik je verslaan. Maar ik wil wel even een Wooloo, jongens. Ook al dat we allemaal level up gaan. Ik kan het niet verdragen dat ik geen Wooloo heb. Blipbukkie, bam, level 8. Blipbukkie. Wil zeggen rot nou. Blipbukkie. Blipbuk is ook naar level 8, jongens. Ja, sorry Hop, maar je hebt toch echt weer gewonnen van je. Ik denk dat ik altijd van je ga winnen. Als je zo doorgaat, je moet echt beter worden, Hoppie. Ik had je Hoppakee moeten noemen. Of Hopjesvla. Of Hopeloos. Oh, nee. Hij is niet hopeloos. Het is wel een baas. Het is een leuk gassie. Wat krijgen we? Een letter of endorsement. Yay, we hebben een aanbeveling voor de gym challenges. Nice. En Leon die wil heel graag nog meer Pokémon battles van ons zien. Ja, en kijk, Hop, die verliest hem moed niet, hè. Dat respecteer ik wel in Hoppie. Oh, wat? Wait, what? Wat is dit? Vallende sterren. Vallende sterren, jongens. Oh, precies bij ons. Oh, wat nice. Oh, wat hebben wij. En het zijn er nog 2 ook, jongens. Hoeveel geluk is dat?
1 voor ons allebei. 2 wishing stars. Ja, nice. We krijgen er ook eentje van op. Dankjewel, vriend. Een steen die gevonden wordt in de Galar-regio met mysterieuze krachten. Er wordt gezegd dat je dromen uitkomen als je er 1 vindt. Met 1 van deze kunnen we mijn Pokémon Dynamaxen. Ja! Ze worden huge. Magnolia zegt ja, het zijn hele waardevolle dingen, maar in deze staat heb je er niks aan. Sonia zegt ja, inderdaad, chill, we gaan even eten. Ik heb me wel altijd afgevraagd hè, wat mensen hier eten in de wereld van Pokémon. Eten ze Pokémon? Wat voor vis eten ze bijvoorbeeld? Eten ze Magikarps? Eten ze Goldeens of Seakings? Of what? Wat eten ze? Ik zie wel altijd fruit en zo. Misschien eten ze alleen fruit. En Magnolia die onderbreekt ons, die zegt... Ah, hier, alsjeblieft, ik heb dit voor jullie gemaakt. Wat heb je voor ons gemaakt, Magnolia? Wat, een armband! Een Dynamax armband! Yeah! Hiermee kunnen we Pokémon Dynamaxen! Lekker! Ah, ik wil echt zo graag Dynamaxen. Let's go! Wegwezen! We moeten nu namelijk naar het station. Wat is er nou weer, Hop? Oh, die gaat even uitleggen dat als we langzaam bewegen... dat de Pokémon in het gras ons niet zien. Maar als we gaan rennen, dan zien ze ons wel... En we kunnen zelfs eventjes blazen op onze vingers. Even fluiten. En dan komen ze sowieso naar me toe. Oké, laten we fluiten. Kijk, daar komen ze. Hoppa! Maar hallo, ik wil een Wooloo. Is dit een Wooloo? Nee, dit is een blik, 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 blik. Waarom doe ik een kip na als ik een worm zie? Misschien moeten we deze voortaan gewoon kipworm noemen. Want zijn naam, als je zijn naam uitspreekt, dan lijkt het net alsof je als een kip gewoon aan het... Blik, 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 blik. Of kalkoen. Kalkoenworm. Wormkoen. Wat? Ik wil jou! Yo! Jemper! Jij bent vet, jongen! Yo! Alsjeblieft, ga niet in één keer dood door mijn stokje. Rustig aanslaan met je stokje. Goed zo! Oh, dit hondje, man. Jemper, jij bent echt een baas. Oké, nu rustig een klein beetje krabben. Klein beetje krabben. Ja, heel goed. Hij doet de tackle. Je mag me tackelen. Ik accepteer het gewoon nu van jou. Maar, dan moet je wel nu... mijn team joinen. Kom op. Come on, Jemper. Kom bij mij in het team, doggy. Kom maar, 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 kom maar. Ja! Ik heb een Jemper. Oh, dit is zo tof. Ik wil een Jemper, jongens. En ik heb een Jemper. Grookey gaat een leveltje omhoog. Oh, nice. Die wil gelijk Razorleaf leren. Dat kan. Dan halen we Growl lekker weg. Dat is toch kansloos. En we hebben gewoon Jemper. Deze Pokémon is heel erg populair als herdershond in de Galar-regio. Als die rent, genereert die elektriciteit die uit zijn staart komt. What? Ik wil geen nickname geven aan Jemper, maar ik wil hem zeker wel in mijn team. En dan gaat hij denk ik toch in plaats van Squawfit, want Squawfit is een normal type. Normal types zijn soms handig, maar zijn ook nooit super effective tegen andere Pokémon. Dus yay, we hebben een Jemper in ons team. Nou eigenlijk alleen nog een Wooloo, dan is het gewoon compleet. Waar is Wooloo, man? Waar? Waarom zie ik helemaal geen Wooloos? Is dat een Wooloo? Nee, dit is weer een blablablablabak. Oh man. Where is Wooloo? Is hier Wooloo? Is hier misschien een Wooloo, jongens? Is dit een... Huh? Nee, dit is een Purloin. Oké, het is trouwens wel een leuke Pokémon. Ik vind Purloin best wel tof. Maar die mogen we natuurlijk ook niet vangen, want dit is gewoon geen Galarian Pokémon. Dus ja, doei Purloin. Spijt me zeer, maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik wil alleen een Wooloo. En Wooloo is de enige die ik niet kan vinden. Nou, dan gaan we maar zonder Wooloo naar het treinstation. Ik kan er ook niks aan doen. Kijk, daar staat een Wooloo. Mag ik? Ik wil jou vangen. Kom met mij mee. Nou, misschien komen we nog wel een Wooloo tegen binnenkort. Alright, we gaan naar het station. Dan gaan we denk ik lekker met de trein. Hop zegt, ik heb een hele speciale Pokémon gevangen. Oh, en we krijgen zomaar even een TM'tje van hem. Nou, dat is super aardig van je, dankjewel. De Gym Challenge is in Motorstoke. En dat is blijkbaar precies waar we nu naartoe gaan. Oh. Hop, zijn moeder is er nog. Wordt even teruggeroepen door zijn moeder. Oh, en mijn moeder is er ook. Moeders, wat doen jullie hier? De moeder van Hop zegt, ik wist dat deze dag eraan zat te komen sinds jij Sobble als partner hebt gekozen. En Professor Magnolia heeft laten weten dat wij er vandoor gingen. En we krijgen nog een gift. Nou, een set of camping gear, daar kunnen we kamperen. Mama zegt, nou ja, jullie zullen allemaal, het zal allemaal goed komen met jullie. En Hop zegt die nog een keer voor de 300ste keer, ik word de Pokémon kampioen, ik word de Pokémon kampioen. Kom maar, we gaan gewoon. Met de trein, gezellig. Op avontuur in Galar. Oh, zag je onze voetjes gaan? Op de beat. Motorstoke is omgeven door een wild area. Het ziet er mooi uit. Er zijn heel veel wilde Pokémon die daar lopen. Overal waar je kijkt. Plus je kan er kamperen. Je kan er vissen. Ik denk niet dat je er ooit moe van zal worden. Hey meneer de stationmeester. Is dit de wild area? Waarom stoppen we hier?
Ja, dit is de Wild Area Station. Maar de trein kan niet verder, omdat er Wooloos op het spoor staan. Waarom zijn er overal Wooloos, behalve bij mij? Gun mij ook een Wooloo. Bij deze meneer en mevrouw kan je Pikachu krijgen als je Pokémon Let's Go Pikachu hebt gespeeld. En als je Eevee hebt gespeeld, Pokémon Let's Go Eevee, dan kan je dus een Eevee krijgen. Maar ik denk niet dat ik dat heb gedaan hier. Nee, ik heb hier een Nintendo Switch waarop ik dat niet heb gedaan. Dus ik krijg die Pokémon niet. Maar vergeet niet met deze mensen te praten als je een van de Pokémon Let's Go games hebt. Want dan krijg je hele toffe versies van die Pokémon. Ik wil even nog wat Pokéballs erbij. Zullen we gewoon 20 erbij halen? Hoppakee, dan hebben we in ieder geval genoeg Pokéballs. Voor de rest gaat het helemaal top. Oh, en van deze krijgen we 5 Pokédolls. Oh, dat is ook wel aardig. Nou, let's go. Wow, dit is de Wateria. Oh, het ziet er wel tof uit, man. Dus hier lopen allemaal Pokémon gewoon rond in het wild. Dit is super vet. Ik wil hier zijn. Hop, wil jij hier ook zijn? Hop zegt, kijk. Wauw. Dat is Motostoke daar aan het einde. Helemaal aan het einde. En tussen Motostoke en hier zijn er zoveel nieuwe Pokémon die we kunnen ontmoeten. En daar is Sonia ook weer. Die komt weer gezellig achter ons aan. Gezellig dat je elke keer meekomt, Sonia. Sonia is nogal benieuwd naar de Pokémon die we hebben ontmoet in het bos. En zij gaat er onderzoek naar doen. Als ze iets gaat ontdekken, dan zal haar oma eindelijk erkennen dat ze talent heeft. Dat klinkt echt heel deprimerend, Sonia. Nou, laten we de Wateria ingaan, jongens. Ik kan niet meer wachten. Sonia vertelt nog even dat we onze Pokémon echt moeten dynamaxen, dat het echt vet is. En dat er allemaal plekken in deze Wateria zijn met zo'n rode licht naar boven. Dat we daar echt even moeten gaan kijken. Oh, en we krijgen een Pokémon Box Link. Pokémon die in de computer zitten, hoeven we dan niet voor naar de computer, maar kunnen we gewoon gelijk in ons team doen. En ruilen voor een Pokémon die we niet meer willen. Maar goed, laten we nou lekker naar de Wateria gaan. Ik kan niet wachten. Go, 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 go. Dit ziet er toch wel heel erg vet uit, jongens. Ik wil geen filmpjes meer. Ik wil gewoon de Wateria in. Kijk dan, hier zijn we. De Rolling Fields, de Wateria. Oh, we zien een Combi. Benelby, een Tyroke. Ja, die hoeven we allemaal niet, jongens. Die mogen we niet vangen. Ik wil Galar Pokémon. Gun mij een Galar Pokémon. Oh, hier is een briefje. Je kan koken om de HP van je Pokémon te restoren. Ja, dat gaan we sowieso ook nog wel doen. En dat doe je dus met de berries die vallen uit bomen. Nou, laten we even lekker schudden aan die boom dan. Hoppakee. Nou, we kunnen nog een beetje doorschudden. Oh, oh, what? What? Er komen gewoon scorpions uit die bomen gevallen. Ja, die hebben natuurlijk heel een bakkers vol met berries. Oké, dat is wel geinig. Kom op, Rookie. Pak hem. Oké, deze Pokémon zijn wel iets sterker. Dat merken we al. Deze is level 8 namelijk. We moeten even Razor Leaf op die scorpion. Kom op. Haha, sexy hoor, scorpion. Echt super sexy. Kom op, Razor Leaf, man. Pak hem. Nice. Sorry, Squawfut. Ik kwam ook zomaar uit die boom vallen, joh. Doe eens rustig, man. Had gewoon lekker zitten chillen in die boom. Andere Pokémon die hebben bijna alle Patcher Berries gepakt. Oh, maar gelukkig krijgen we nog wel wat berries. Nou, dankjewel. Ik hoor hier echt allemaal combi's, joh. Die maken wel echt een superleuk geluidje. Oh, was dat een Vespi Queen? Oh, shit. Kijk, deze Vespi Queen. Nee! Nee, 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 nee. Oh, hallo. Wat sta jij hier te doen? Hij heeft allemaal ingrediënten. Nee, ik hoef geen ingrediënten, jongen. Hoeft niet. Nog meer combi's. Tyroke, Benelby's. Een Metapod zie ik daar. Een Diggersby. Oh, nog een briefie. Oh ja, die zegt dat we met onze rechter thumbstick de camera kunnen draaien. En dat is helemaal nieuw voor Pokémon, hè. Dat komt nooit in Pokémon games. Maar dat kan blijkbaar wel in de Wateria. Dus dat is wel echt heel nice. Oké, we kunnen nu dus daar naartoe. Moeten we even gaan checken. Wat is dit? Oké, hier kunnen we battelen. Hier kan je Dynamax Pokémon verslaan en ze vangen. Wow, wat is dit voor Pokémon? Oké, ik ga dit wel even alleen doen. Oké. Oké, ons eerste Dynamax battle, gek. Wow! Dat is een Pinnacle. Kijk hoe groot die is, jongen. Holy crap. Oké. Oké, maar kan ik nu mijn Grookey Dynamaxen? Oh, dit is zo dope. Ja, ik kan mijn Grookey Dynamaxen. En ik kan Max Overgrowth doen op hem, jongen. En die gaat super effectief zijn. Kom maar binnen, Gold, tegen mijn Grookey. Kom maar, ik pak je aan, vriend. Kijk deze huge ass Pokéball dan. Hoppa. What? What? Mega Grookey, jongen. Hoor dat geluidje ook. Wat? Oké, nu is het aan. Kom maar. Hij doet een Max Quake. Hij is blijkbaar nog wel sneller. Oh, die doet hij op Magikarp. Magikarp is gelijk bijna dood. Wauw. Magikarp krijgt wel wat HP erbij of zo of wat? Oké, let's go, Grookey. Laat maar zien dan. Max Overgrowth op zijn bakkes. Wow, deze aanval ziet er vet uit.
En hij is bijna de helft van zijn HP gelijk kwijt. Super nice. Wow, yo. Oh, dit is zo dope. Magikarp doet een Hydro Pump. Magikarp doet een Hydro Pump. Magikarp doet een freaking Hydro Pump. Helemaal gek, jongen. Maractus doet Giga Drain. Oeh, we hebben hem al bijna. Lekker, Maractus. We hebben bijna die binnenkool al gesloopt, joh. Nog één Max Overgrowth en het is gewoon klaar met deze Henky, jongen. Oké, doe nog maar een keer een Max Quake. Doe maar, mag van mij. Dan kies je hem weer Magikarp uit. Poor, poor Magikarp, jongen. Magikarp heeft het zwaar te verduren. Daar ga je, Magikarp. Maar geen zorgen, jongen. We avenge you. We can do this. Kaboom. Max Overgrowth. Op zijn bakkes en dan is het gewoon klaar met binnenkool, jongen. Niks aan het handje. Later. Holy crap. Dit was onze allereerste Dynamax battle. En nu kunnen we binnenkool vangen. Ik ga hem wel gewoon vangen. Als het lukt. Ik ga hem niet gebruiken in mijn team. Maar ik ga hem wel vangen. Dat wil ik wel proberen. Met deze big ass pokeball, jongen. What? Helemaal gek. Oké, kom op. Kom op. 1. Wow, dit voelt ook super zwaar. En het duurt veel langer. Kom op. Kom op. Laten we deze eerste Pokémon vangen. Deze eerste Dynamax Pokémon. We got this. Lekker, man. Binnacle was caught. We krijgen er ook XP candies voor. Dynamax candy en een soort TM. Een TM volgens mij van Drillrun. Nee, Combi. Rustig. Ik wil je niet battelen. Ik wil gewoon hier naartoe. Even rustig. Want dit is alweer het einde van deze derde... Waarom doe ik 2 keer 3? Dit is 6. Derde Pokémon Sword video. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Doe even een blauw duimpje omhoog en blijf kijken naar deze video. Zodat ik deze video zo kan blijven maken. Abonneer zeker even op dit kanaal als je van Pokémon en Nintendo hou. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickitu. Dat zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!